is Wim Gorg, woon vanaf 1957 in Leumel. En verstond hij ook in Leumel voor het kaplan Lochmenhoes bij het Neustaanbeeldje, het Dreesmanneke. Het Dreesmanneke komt eigenlijk van de Maagdendrees. En het Dreesmanneke dat symboliseert eigenlijk alle werknummers die vroeger bij de gemeentewerk in Maastricht gewerkt hebben. Het is eigenlijk afkomstig van een scepter, want iedere vrijdag voor de vastelavond wordt bij de nutsbedrijven een carnavalsavond wordt gehouden. Er is een scepter van gemaakt van de komende prins. Dat heet gelegen in het museum. En naar aanleiding daarvan, van dat beeldje, heet Hans Peskens, dat is de kunstenaar, die heeft dit beeld gemaakt. En het heet vanaf 1985, meen ik, heet het bij nutsbedrijven gestaande. Maar ja, op een gegeven moment nutsbedrijven, dat ging naar Essent. Essent ging weg, het gebouw is afgebroken en de Drees die kwam leeg. Dus ook het Dreesmanneke. En dan hebben ze het Dreesmanneke hebben ze zo lang opgeslagen ergens in een van de magazijnen van de gemeente. En we hadden vroeger kunstwerk, de Marskamer, dat was een Frans Calier. Dat heeft hier aan de andere kant van het plein gestanden, maar met de herinrichting in 2005. Toen hebben we het heen naar toe verplaatst. Dit heeft niet lang maar gestond. We hadden een bronskoper, ja, een gewet koperdief, het was zo weg. Dus de sokkel bleef leeg. En veel waren blij op een gegeven moment dat we een nieuw beeldje kosten kregen. We moesten eerst, laten we zeggen, een verhaal maken, beroemd dat de Dreesmanneke naar Leumel kwam. Nou, in feite is dat gans eenvoudig. Vroeger de gemeente werken, dat zit ook op zijn muts, GW. Dat waren een paar bedrijven, dat waren onder andere de gaas, leeg en water, dat waren de stadsbus, dat waren publieke werken en dat waren de brandweer. In de loop der jaren is openbare werken is naar de Ankerkade, die zijn naar de Willem-Alexanderweg vertrokken. De stadsbus naar de Ankerkade en de brandweer is naar de Alexanderweg vertrokken. En toen bleef in feite alleen nog maar gaas, water en leeg bleef over. Gaas en leeg, dat ging naar Essent. Water ging naar WML. Ja, op een moment bleef niks over. En even een geografische driehoek tekenen tussen die drie bedrijven van vroeger gemeentewerken. Dan stonden wij in feite precies in het midden van de oude bedrijven nog van vroeger van gemeentewerken. Dreesmanneke is onthuld zondag 19 juni. Vlak na de jaarlijkse Sint-Jans processie. Het is onthuld door wethouder Albert Nus. Samen met de WIEK-ambassadeurs, wie van dat nummer van Leumel, de kinderen zijn daarbij betrokken. En niet alleen de kinderen, maar vooral ook de studenten erbij betrokken van Amfitrion, de studentenvereniging van de hotelschool. En die hebben het beeldje eigenlijk geadopteerd en die zorgen ook ervoor dat niks eraan komt. Reacties achteraf, die zijn allemaal fantastisch. Iedereen is vol lof erover. Zelfs ook het leuks, we kregen al reacties van tevoren toen de lui locht ervan kregen. Een van de vrijwilligers, ook van Leumel, Christianiste, die heeft gans, zonder belang heet hij de sokkel, heeft hij gans opnieuw opgeknapt, een paar lagen verf erover. Dus ja, ik bedoel, dat is gewoon magnifiek. De plaketten die waren ook van brons. En daar stond dus op Dreesmanneke, bracht vroeger gaas, water en leeg in gans Maastricht. Daar hebben we nog een zin bij gemaakt. Stond aan nutsbedrijven aan de Drees, maar vond naar Leumel de weg. Nee.